Hallo Maze Runner fans, ik wil even een vraag te beantwoorden van Rachel Bodeldijk. Hoe lang doen jullie erover om dit soort animaties te maken? Voor de Maze Runner filmden we in de zomer van 2013. En we begonnen het eerste productiewerk eigenlijk in zo'n juni, juli. En dat werk was af in februari van 2014. Dus zeg maar zo'n maand of negen waarin we de Grievous bouwen en alles klaarmaken om in de shots te doen. En dan nog eens waarschijnlijk een 6-7 maanden of zo om dat echt allemaal te combineren, te animeren en te belichten en renderen. En in februari van dit jaar waren we eigenlijk al klaar met het werk. Hallo Maze Runner fans, even een vraagje beantwoorden van Desiree van Breien. En die vraag was, hoeveel Grievers hebben jullie gemaakt voor de uiteindelijke versie van de film? En dat antwoord is 6. We hadden er 3 zonder staart en 3 met staart. En elke Griever heeft zijn eigen textuur op het lichaam. En dat is de hoofdzakelijke variatie tussen die 6 versies. Daarnaast, voor elk shot willen we ook altijd nog een beetje het formaat, dus de grootte van het karakter variëren. Dus als je meerdere Grievers tegelijk ziet, dan zijn ze allemaal net iets wat anders wat zowel kleur en beschildering betreft, maar ook wat groter. Ik hoop dat ik je vraag beantwoord. Doei! The Maze Runner. Nu in de bioscoop.